Epke Sonderland had het ritme van 10 keer in de week trainen weer oppakt. Het is woensdagmorgen 8 uur. Epke meldt hem bij trainer Daniel Knibbeler. Er zit een hersteltraining op het programma, want Sonderland is net 100% fit. Ouder dan de week aan hier ik al wat week verkouden. En ja, dan herstelt die wedstrijd tussen gisteren even doorheen. En dan nou merk ze dat er even een nijsleep krijgt ervan. Dus nee, ik moet even rustig aan doen. Want wat verneemt dan? Het is wel juist weer wat meer. Ik wat hollepine en wat griepig gevoel. En nou is ik gewoon wat verkouden en wat vermoeid. Dan merk je wel dat het impact heeft op je lichaam. Dus dan is het het beste om Derek die rondte te gaan om te herstellen. Want als nou weer terug is als het oud aan de weekend, dan ben je nog even van huis. Hij maakt het hem net de meeste zwaargen. Gewoon rustig terugtrainen. De vraag is of hij fysiek op tijd klaar is voor het WK. Want de Olympisch kampioen traint nog net zo lang op 100%. Ja, vanaf juli heb ik mijn studie stopzetten. In ieder geval de laatste trainingen voor het WK heb ik fulltime bij de sportbasic kunnen wijzen. Het gaat bij hem eigenlijk alleen maar om zijn fysieke fitheid. Je moet gewoon een bepaalde explosiviteit en wat kracht in dat lijf hebben om die elementen überhaupt te kunnen maken. Maar coördinatief zit dat er gewoon in. Dus als hij goed fit is, dan kan hij het altijd. Toch vindt Sonderland het dreig om de trier weer op te pakken nadat de focus even volslaan op de studie lag. Ja, het is wel een hele omschakeling geweest. Maar goed dat we een bewuste keuze dit hier om meer in de studie te investeren. En eigenlijk deze man has pas de trainingen dus echt super fit bent. En ik net elke keer. Maar nu pas komt die vorm waarom. Dus dat duurt wel even voordat we echt die vorm zijn. Opvallend genoeg zocht Daniel Knibbeler er hier los in aan. Hij vindt dat zijn pupil verbazingwekkend vlug weer op niveau kwam is. Ik had wel inderdaad gedacht dat het een wat langere weg zou zijn. Maar hij heeft natuurlijk in dat jaar wel zijn lijf goed onderhouden. En wel voldoende blijven bewegen in ieder geval. En er zit door al die trainingsjaren zit er bij hem al zoveel informatie in dat lijf. Dat heeft hij zomaar teruggehaald. Dus op het gebied van weer op kracht te komen, coördinatief weer op orde alles hebben. En de ervaring zit er ook in. Dus dat ging verbazingwekkend gemakkelijk eigenlijk. Nu komt het, de drie combinaties. Daar is de eerste en de tweede en de derde. Jawel, hij heeft geflikt. Drie vluchtelementen op rij. Sonderland zal op het WK net dezelfde rekoefening turnen als op de Spelen. Hebben we het cricket zoals? Ik heb eigenlijk de 10 elementen die ik op de Olympische Spelen die zitten nog steeds in. Ik heb 4 vluchtelementen, waarvan de eerste trein achter de cabine, zoals de meesten wel weten. En eentje die we dan letterlijk op de oefening los. En ook kies ik ervoor om de eerste 12 vluchtelementen aan Michael te combineren, dus die doe ik achter elkaar. Dan wijs ik een paar tussenslingers en dan doe ik de volgende 12 ik weer achter elkaar. Geen traaie vlechtelementen achter elkaar dus, maar zo'n orenturners daar nou misschien wel mee komen. De concurrentie is er in elk geval met waande. Ik heb een paar filmpjes gezien, inderdaad. De eerste weer van Bardurlo, turner uit Nederland. Die weer er als eerste bij. En verder heb ik inderdaad wat meer combinaties gezien van verschillende vluchtelementen. Een jongen uit Oostenrijk. Oostenrijk die voor mij traaie vluchten met een achterlijke ding. En uit Japan ik traaie achterlijke. Dus inderdaad, ze zijn er wel mee bezig. Maar die traaie van de Olympische Spelen, dat zal net gebeuren, denk ik. Wat de concurrentie ook docht, Sonderland had maar zien oefening, maar in je doel. Als het goed is, is het de hoogste uitgangswaarde die we turnen. Dus dat moet voldoende wijze om wereldkampioen te kunnen worden. En dat is natuurlijk mijn doel.